Zo, ik sta hier met de bondscoach. En vertel eens even, wat verwacht je van vanavond? Nou, ik verwacht een groot feest met 15.000 fans van het schaatsen. En alle toppers zijn er. Alle toppers, en, En we zien zelfs de 500 meter bijvoorbeeld, de Olympische herkansing. Want de nummers 1 en 2 en 3 van de Olympische Spelen staan gewoon aan de start. Oh my god, oh my god. Ja, eigenlijk, de wereld is wel heel klein geworden, hè? Ja, de wereld is nu in Nederland. Het is oranje, oranje en oranje. De wereld is nu in Nederland. Ja. Hoe vond je dat nou? Hoe voelde dat nou, dat ontzettende geweld van Nederland op de Olympische Spelen? Had je gewoon verwacht? Nee, want niemand verwacht 24 medailles. Wie verwacht dat we 3 medailles winnen op de 500 meter bij de mannen? Niemand. Ja, nee. Wie verwacht dat we 4 keer een podium hebben? 1, 2, 3. Dat verwacht niemand. Nee. Dus er gebeuren hele uitzonderlijke dingen in Sochi. En vandaag zullen hier ook uitzonderlijke dingen gebeuren in Amsterdam. En hier het ijs, zeg maar. Heb je dat een beetje getest? Ja, dit is getest, maar dat mogen we absoluut niet vergelijken met indoorbanen. Dus we kunnen het ook niet vergelijken met Sochi. Daar reden we onder de 35 minuten. Als de sprinters nu 37 gaan rijden, 2-3 seconden langzamer, dan valt het nog mee. Maar dan is het uitstekend ijs eigenlijk. En het wordt ontzettend gezellig. Dat is het. En we hebben de wereld al, dus het maakt nog verder niet uit. Nee, we hebben Amsterdam nu ook. Oké, dank je. Alsjeblieft.